Ik vind dat Nederland veel meer zou kunnen doen. Want uh, uh, wij, in, Nederlanders zijn heel goed geïnformeerd, vind ik zelf. Iedere keer als ik weer terugkom naar Nederland en ik, uh, uh, en ik kom aan en ik neem alle kranten door, alle dagbladen, weekbladen, ik kijk naar televisie, naar radio. Dan ben ik daar verbaasd van over de pluriformiteit in informatie en hoeveel mensen te weten kunnen komen. Dat is heel anders in Amerika. Er is die, uh, die nieuwsvergaring en die nieuwsdistributie, die is heel schraal geworden. Dus, maar ik vind dat Nederland veel meer zou kunnen doen. En uh, uh, als, uh, als uh, ook in dat natuurlijk uh, klaar te krijgen op Europees niveau. Want Nederland als apart landje, dat uh, heeft maar een hele beperkte invloed. Maar op Ur Europees niveau vind ik dat er veel meer gedaan zou kunnen worden met. Uh, een, uh, een grote bossenwet, waarmee erkend wordt dat die, uh, die laatste grote oerwouden die er nog zijn, dat die uh, globaal belangrijk zijn en dat we daarin moeten investeren. Want uh, het terugbrengen van de, van de effecten van klimaatveranderingen, die kan economisch uh, kan die het beste gedaan worden door het beschermen van de oerwouden. Het voorkomen van verdere ontbossing en het beschermen van de bossen die er nog zijn. En er is nog geen, er is nog geen uh, voor zover ik weet, er is nog geen Europese bossenwet. Nee, klopt, het Wereld Natuurfonds is daar nu een hele, echt een geweldige actie voor begonnen. Dat, 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 het, ik merk dat het draagvlak ervoor aan het toenemen is. Dat wij steunen dat ook echt, echt van harte. Uh, het is gewoon heel hard nodig, omdat je ziet Nederland is echt een, we zijn een klein land, maar we hebben wel heel veel invloed en uh, zowel economisch als politiek, in ieder geval in Europa. En misschien is dat ook wel heel Nederlands om te denken dat we veel invloed hebben. Maar, maar uh, uh, um, als we kijken naar hoeveel, je had het al over de Rotterdamse haven, we zijn echt een transportland, een overslagland. En heel veel komt via onze havens binnen, uh, producten die niet goed zijn geproduceerd. En Europa is de grootste consumentenmarkt van de wereld. En in ieder geval de meest kapitaalkrachtige uh, consument, maar de grootste koopkracht. Dus als wij als Europa zouden zeggen: bepaalde producten komen er niet meer in als ze niet aan de eisen voldoen, dan heb je een hele goede manier om die oerbossen eigenlijk te, te beschermen in, in de rest van de wereld. En het is, ik merk het als consument hoe moeilijk ik het vind om producten te vinden uh, waarin uh, geen palmsuikers zitten die, uh, of palmolie zit die uh, uh, op schandalige wijze is geproduceerd. Het is bijna onmogelijk om, om op een goede manier je boodschappen te doen. En dat blijft. Dat blijft raar. En, en het moet niet de verantwoordelijkheid zijn van, van uh, hè, voor mij als consument. Maar het is mijn verantwoordelijkheid als politicus. Om ervoor te zorgen dat mensen die keuze, die, die keuze niet hoeven te maken in de supermarkt. Dat slechte spul zou er niet moeten liggen. Uh, en dat is waar we echt, echt een hele grote stap moeten zetten. En daar hebben we niet lang de tijd meer voor. Dus die, uh, die bossen die moeten internationaal moeten die beschermd worden. En, maar in Nederland inderdaad als, uh, uh, als handelsland... Uh, kan ook veel meer doen. Er, er, is, er zijn allerlei mogelijkheden om toch daar een, een draai aan te geven. Maar uh, wat je net zei, dat, het, uh, dat de consument niet veel kan doen, daar ben ik het toch niet zo mee eens. Ik denk dat, uh, dat we ook veel meer kunnen doen met betere etikering voor producten die, uh, die beschikbaar zijn in de, in de winkels. En uh, ik ik weet niet hoe het op het moment is in Nederland... maar hier in Californië wordt er veel aan gedaan. Uh, er zijn verplichtingen voor, uh, ja, voor bedrijven... Die, uh, die moeten expliciet aangeven wat er aan grondstof uh, zit... in bepaalde consumentenproducten. De caloriewaarde, die, dat is natuurlijk ook een verplichting. Maar dat is nog maar een begin, vind ik zelf. En veel van de progressieve winkels... Hier in Californië. Die geven op een eigen manier al aan. Het die, die, is een toegevoegde waarde. Die de winkels zelf bepalen. Uh, waar de producten vandaan komen. Uh, dus is het uit de regio. Is het uit een ander land. Um, en dat wordt ook veel gedaan. Op het gebied van, uh, ja, van vis en, uh, ja. en vleesproducten. En... Ik vind dat op zo'n manier, dan kun je beïnvloeden hoe, de, ja, hoe mensen hun inkopen doen. Als je nee, zelf nee, kunt nee, zien of je vis, of je vis uit, uh, uh, uit de Monterey Bay vandaan komt, of helemaal vanuit Chili, dan, dan, dan zie je voor jezelf al in naam. Uh, misschien toch maar die vis die hier vandaan komt. Ja, nee, ik, dat, dat hebben we in Nederland ook hoor. En uh, het, alleen het, het vraagt een. een uh... Althans, waar ik steeds mee toe kom, ik zeg niet dat je als consument niks kan doen. Je kan keuzes maken, betere keuzes maken. Alleen, wat, wat, als je het hebt over iets moeten veranderen aan het systeem, dan is het nu de juiste of de, de, de makkelijkste optie is de slechte optie. Namelijk de optie die uh, het minst duurzaam is. En je moet je best doen om de duurzame optie te vinden. Daar moet je, je moet naar de juiste winkel gaan, je moet de etiketten besteden. Ik zou dat heel graag willen omdraaien. En ik vind, er is te lang in Nederland hebben we. Begin jaren 90 was de campagne een beter milieu begint bij jezelf.' En ik denk, nee, een beter milieu begint bij de eisen en de voorwaarden die we als overheid stellen. En dat, dat bepaalde producten moeten hier niet meer, moeten we niet eens meer op de markt willen. Dat, 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 dat producten waarvoor de Amazone gekapt moet worden. Jongens, dat doen we niet. Dan gaan we niet eens de keuze geven in, in welk product kan je kiezen. En dat bedoelde ik te zeggen met wat kan ik doen als consument? Tuurlijk, je kan daar stappen in zetten. Alleen. Te lang vind ik dat overheden zich daarachter hebben uh, verscholen. Van, nou, dat is de markt en als we dat dan transparant maken en de etiketering. Nee, sommige dingen willen we gewoon niet hebben. Dat kan, dat kan niet. En, en uh, die verantwoordelijkheid wil ik niet bij het individu leggen, maar bij ons als collectief. Hè, als we zeggen het is onze collectieve bankrekening, ja, dan moeten we die ook collectief beschermen.